Wat heeft weer nou met duurzaamheid te maken? Heel erg veel. Ons weer bepaalt sowieso of we moeten werken in de openbare ruimte, of er wat gedaan of geklust moet worden. Maar het weer zorgt er ook voor dat de plantjes kunnen groeien en dat wij daardoor dus kunnen eten. Alles wat we in de winkels kopen, dat moet natuurlijk uiteindelijk gemaakt worden. En daarvan is de basis het weer, met name de zon en de regen. De bodemsoorten heeft allemaal mee te maken. Alleen we komen met zoveel mensen op aarde dat het gewoon niet meer vol te houden is om over 50 jaar op dit niveau nog zo door te gaan. Want al die mensen die erbij komen willen natuurlijk ook lekker eten en die willen ook genieten van een mobiele telefoon en dat soort zaken. Nou, die aarde heeft heel veel mooie grondstoffen, zoals olie bijvoorbeeld, maar dat blijft ook niet tot in de eeuwigheid. En olie wordt natuurlijk vaak gewonnen in landen waar nogal wat onrust is, laat ik maar zo zeggen. Dus is het heel belangrijk dat we er onafhankelijk van worden en dat we onze eigen natuurlijke bronnen gaan gebruiken. Zon, water, wind. Nou, dit gebouw is het prachtige voorbeeld hoe je dat kunt combineren. Ze hebben zonnepanelen op het dak. Ze hebben sedumplantjes op de noordkant van het dak. Dus daar staat weinig zon. Maar dan kunnen die plantjes wel het water opvangen en het fijnstof opvangen. Ze hebben gedacht aan de bodemwarmte. 150 meter diep wordt het water vandaan gehaald om het gebouw een continue temperatuur te houden. Het regenwater wat valt, vangen ze op om hun auto's te kunnen wassen. Er zijn zoveel dingen waar je aan kunt denken als je het hebt over duurzaamheid. In een warm klimaat schermt iedereen zich af, weinig ramen, heel veel muren. In een koud klimaat willen ze juist zoveel mogelijk zonnewarmte ontvangen, kleden zich allemaal heel dik aan. Dus het klimaat bepaalt uiteindelijk wat wij met duurzaamheid kunnen doen. En dat is niet alleen ik, maar het is ook u. Verbeter de wereld, zei mijn moeder altijd. Begin bij jezelf.